Dit is toch de grootste grap van vandaag? Zonder goed doel. Ja, natuurlijk doe je dan niet mee. Ja. Rotsop man, naar de winkel. Doei. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Martijn. En Niels heeft zo te zien ook een Ellie Lust coupe genomen. Ik zag je al lachen op de camera aan. Nee, dat was de Jacob lopen. Hey Martijn, wij houden natuurlijk ontzettend van gratis kleding. Niet normaal. Ik kan dat ook wel weer gebruiken, denk ik, met die gaten in je broek. Wij gaan vandaag gratis kleding fixen. Maar als je naar binnen gaat bij een winkel en je vraagt, joh, mag ik een gratis shirt? Ja. Ik denk niet dat je het dan krijgt, toch? Vertel de kijker even wat je plan is. Je moet de druk vergroten dat ze in één keer willen meedoen aan een spel of iets dergelijks. Ja. Dus ik dacht, wij gaan met een whiteboard naar binnen. Zo, hey. Dat doe je snel. Een whiteboard en dan zet je gewoon bijvoorbeeld neer de score. Dit is zo lekker, houd je touwtje dit. Je loopt naar de baan en je zegt, wij zijn bezig met een gratis t-shirtje. En de diesel een gratis t-shirt gekregen. Jullie zijn de laatste. Willen jullie ook een gratis t-shirt? Oh ja, we kunnen niet achterblijven bij onze concurrenten. Hier moeten wij ook wat mee doen. Nou goed, dat gaan we dus doen. Wat vind je er zelf van? Ik vind het een plan. Misschien moeten we er goed doel aan vastknopen. Oh, nee. Dat zijn toch allemaal... Dat ga ik niet doen. Nee, maar we doneren het echt aan een goed doel. Ja. Aan onszelf. Nee, Niels, jij bent geen goed doel. Voor de duizendste keer. Je hebt dan nu zo'n zieke bosbrand. Kunnen we toch die kleding gaan doneren? Aan het bos. Weet ik veel, aan de slachtoffers. Oh, man. Aan de slachtoffers. Ja, ja. Je moet er gewoon een goed doel aan koppelen, dan zijn ze. Jezus Christus. De hele kledingkast is verbrand van die mensen. Weet ik veel. We moeten een goed doel hebben, dan heb je gewoon een sterkere case. Voor Moria. Let's go. Zo. Nee, maar dit nu vind ik het niet meer leuk. Ja. Martijn, jij bent evil. Nee, want we doneren het wel. Nee, ik weet hoe jij bent. Ja, fuck jou, fuck jou. Niels, dat ga je me niet aandoen. Dat ga je me niet doen. Dit is niet waar. Ah, dit is echt k*** bij de bullshit. Maar is goed, we doneren de kleding. Nou, zet hem op, Nijlens. Hey, ik moet niet veel zeggen, hè? Maar dat goede doel, dat werkt wel, hè? Wauw. Had je gezegd wat voor een goed doel was? Ik had wel gezegd wat voor een goed doel was. Natuurlijk doet iedereen aan mee. Ja, maar dat moet niet truc zijn, want voor een goed doel krijg je echt zoveel mogelijk. Ja, dat is wel waar. We gaan kijken of het alleen werkt op deze manier. Oké, maar dan gaat dit dus naar het goede doel en de rest niet meer. Jij wil nou. Heel graag die stukje eigenlijk. Nee, totaal niet. Oké, ik ga nu één keer proberen zonder erbij te vermelden dat het gewoon een goed doel is. Kijken of ze gewoon mee willen doen met de competitie. Het goede doel was toch wel een goed idee, of niet? Nee, je moet over 20 minuten terugkomen. Wat dan? Hij moet aan zijn collega vragen, maar die zit te beren op het toilet. Oh, dat duurt 20 minuten. Duurt 20 minuten. Kijken of we ook zo'n gaaf t-shirt bij de perska kunnen krijgen. We will strongly suggest you to use a face mask. Is dat het moet? Gewoon doen, hè? Ja, dan zijn we braaf geworden. Ja, we zijn we braaf geworden. Wij doen wel mee. Wij doen wel mee. Even serieus, wat gaat dit whiteboard? Dit is toch de grootste grap van vandaag? Zonder goed doel. Ja, natuurlijk doe je dan niet mee. Ja. Rotsop man, naar de winkel. Doei. Het is voor een goed doel. Nee, het is gewoon een challenge. Hallo. We zijn een hele leuke challenge aan het doen. We proberen bij iedereen een gaas t-shirtje te krijgen. Nou, zoals je ziet is het bij de score. Hebben we een heel mooi t-shirt gekregen van Calvin Klein. Vind je het leuk om mee te doen? Hebben jullie iets achter liggen dat je denkt, wij doen mee aan deze gave challenge? Oké, ga je een t-shirt pakken van jou? Echt? Ja. Dan ben je? Weet je het zeker?
Je kan nog terug. Nee, dat is fantastisch, oprecht, heel graag. Ja, ik kan ook mijn zoon vragen. Ja, nee, ja, het zou heel leuk zijn voor de challenge. Hadden we niet een vetter bord kunnen regelen of iets. In ieder geval iemand met een goed handschrift. Kijk eens, meneer de manager, zou je het leuk vinden om mee te doen? Zoals je ziet, Jack Jones doet er mee, Score doet er mee. Ja, jullie naam staat er ook op bord. Het zou wel leuk zijn als we daar ook een vinkje achter kunnen zetten. Ik wil heel graag meedoen, alleen gaat het niet via ons. Dat gaat via het hoofdkantoor. Oké, dat is het meeprobleem. Ik zou heel graag mee willen doen. En als het voor een goed doel zou zijn? Ja, dan nog steeds. Dan alles gaat via het hoofdkantoor bij ons. Dus ik mag niet gaan bepalen of ik jou een t-shirt heb. Nee, helemaal goed. Dan gaan we het ergens anders proberen. Stel had gezegd, ja, voor een goed doel had ik het wel gedaan. Had je al gezegd, dit is voor Florida. Ja, dat had ik al gezegd. Wacht heel eventjes. Boria. Het is voor... Hey Joost, jij hebt natuurlijk heel veel gelachen vandaag. Zou je het ook niet heel graag willen proberen? Wij zitten ook gewoon weer opgeschreven met het kutidee van Niels. Maar ze voelt het ook echt. Ze voelt het echt. Dit is zo pijnlijk, ouwe. Ik wil het helemaal niet online. Hallo, zijn we met onze challenge? Zijn we weer met onze challenge? Ik ben hier zo hard ingeluisterd. Zijn jullie klaar voor... Oké, ik heb een challenge voor jullie. Oké, gozer. Gameface, daar gaan we. Goedendag, I'm here with an incredible offer. I'm here with a free t-shirt challenge. It's the challenge of the moment. We already have Jack and Jones in the building. Score is also participating, as you can see. And I think the New Yorker is the right place to be, also to participate with a free t-shirt challenge. So my question is, do you have a free t-shirt? Maybe some something leftovers from collections you don't sell anymore? I don't think so, but just one second, I'll call my manager. Okay. Matthijs Casadis. Oeh, ze... Matthijs, ja. Ja, ze is goed. Het is echt de manager. Die is voor jou. Maar de achterkant van dit bord. Niet echt professioneel, hè? Hoi, ik heb je collega net gesproken over de Free T-shirt Challenge. Het is de challenge van het moment. Zoals je ziet, Jack and Jones doet mee, de Score doet mee. Yeah. En ik vroeg me af of de New Yorker ook mee wil doen. Ik dacht, het is echt op jullie lijf geschreven. En als jullie nog iets over hebben van een oude collectie wat niet meer verkocht wordt, dan willen wij het graag gebruiken. Ja, ik moet dat wel eventjes overleggen met mijn leidinggevende. Is goed, ik wacht wel even. Zeg maar dat we heel veel bereik hebben. Mijn regisseur zegt dat ik moet zeggen dat we heel veel bereik hebben. Oké. Dus, geen idee wat je daarmee moet doen. Maar we kunnen helaas nu niet meedoen, want we moeten dat altijd via hoofdkantoor spelen. Hè? Duidelijk, is goed man. Ja, nee, snap het. Helemaal goed. Dankjewel. Joe. We hadden geen ander einde verwacht. Nee. Oké, dus even voor de duidelijkheid. Je gaat er niet op in met de vraag. Yo. We hebben al allemaal t-shirts van deze winkels. Dat zo'n gozer die daar voor 10 euro per uur staat, denkt. Oeh, hier moet ik ook aan meewerken. Als zij dit doen en zij dit doen, dan moet ik dat doen. Het is gewoon goed om nog eventjes te beseffen wat je de fuck je aan het doen bent. Maar dit zijn we eens aan het doen, ja. Goedendag, wij zijn bezig met een free t-shirt challenge. Nou, zoals je ziet doet de Jack and Jones mee, heeft een leuk vinkje, de Score. Nou, hoe leuk is het als we bij Actiesport ook een leuk vinkje kunnen zetten? Dus hebben jullie misschien een gratis t-shirt voor ons? Een gratis t-shirt voor jullie? Ja. Wat zijn jullie dan van wat is... Ja, van de free t-shirt challenge. Van wat is dat? Van de free t-shirt challenge. Zit er geen doel achter of iets? Nee, nou ja, dus free t-shirt challenge. Als je het woord goed doel zegt, dan trigger je de mensen misschien makkelijker dan dat je denkt dat alle respect een student vraagt om een dat free zei ik dus ook. Maar dat is niet de insteek. Niet meer. Oké. Okay. Heel raar verhaal dit, ja, maar het nee, is nu alleen de free t-shirt challenge. Als ik de winkel langs de straat zo met een... Ja. Dan moet er gedachte achter zitten. Ja. Acties voor denk ik daarin meedoen. Ik ga voor je bellen en dan als je rond een uur of drie terugkomt, dan kan ik dat. Oké, okay, cool. Wat een baas! Ja, je hebt ook gewoon gelijk. Denk dat je terug gaat om 3 uur. Nee, natuurlijk niet. Terug naar jou, Niels. Nou, ik denk dat die gozer die aan het schijten was nu ongeveer wel klaar zou moeten zijn na een uur. Dus ik ga terug naar de Chase in. Ik moet nog een antwoord van hun krijgen. Dus ik hoop dat ik daar mijn tweede shirt kan scoren. Yo. Hij is uitgebeerd. Ja, hij is uitgebeerd. Helemaal goed. Ja, topper. Je bent een topper, man. De allerlaatste ben je. Dus, ja, man, ik ga even kijken wat ik nog ga doen. Super, hartstikke bedankt. Eén moment. Ja, geen probleem. Hé, hey man. Jij zat even op de pot. Ja, een uurtje geleden. Of niet? Ja, man, ja. Oh, ja. Heel goed. Ja, ik kon even niet naar boven, dus omdat jij zat te schijten. Kijk eens. Kijk ik even naar de regisseur. Moet het een t-shirt zijn?
Nee, mag het ook wat anders zijn? Is dat akkoord? Dan heb ik alsnog de challenge gehaald. Nou, dit is hem. Ik weet niet of het goed is, maar het is een S'je. Ah. Jij past het wel. Ik pas hem wel. Ja. Trainingsshirtje. Ja, toch? Hey, je bent een topper, man. Hartstikke bedankt. Maar even eerlijk, what the fuck is er misgegaan bij jullie? Ben ik nou echt de enige waar het allemaal van moet komen? Wederom. Heel eerlijk. Ik heb niet het goede doel gebruikt. Het idee van een goede doel komt uit mijn koker. Ja. Ik wil een klein beetje credit daarvoor. Ja, dat is één shirt waard dus geweest. Dat andere shirt was zonder goed doel. Oké, maar die heb jij dan geregeld. Ze werden competitief bij Jason. Ze dachten, wat, score ook. Ja, maar dit zijn ook de enige twee winkels die met elkaar in competitie zijn. Hè? Dat snap je. Ja, het is gewoon gelukt. Ja, maar oprecht, chapeau. Ja. Lekker bezig. Dankjewel. Martijn, jij gaat dit naar het goede doel brengen, want jij hebt nog een hoop goed te maken van de afgelopen maar jaren. Je kan het float op je Instagram, dan krijg je weer meer volgers. Oh ja, @NielsHoosdoek. Wil je dit t-shirtje winnen? Ga dan naar @NielsHoosdoek op Instagram. Zo doe je dat, toch? Ja. Ik denk maar niet dat jij aan mijn Instagram denkt. Jij mag afsluiten. Oké. Nou, tot volgende week. Abonneer even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En like even de aflevering. En laat ook even weten wie de winnaar is van deze challenge. Nou, dat zou ik niet doen, want het is overduidelijk. Dat lijkt me duidelijk. Tot volgende week.